On your bed. Good girl. Het eten voor de hond. Het is laatste ochtend. Dus precies goed uitgemeten. Lekker doen. 1. 2. 3. Toetje. Eet smakelijk. Well done. Do you want dessert? You want to finish the bowl? Yeah. Ooh. Volgens mij is het wel klaar, lieverd. Break. Het is voor mensen die deze route peddelen een soort van traditie om een peddeltje te snijden en die dan bij een van de campsites achter te laten. Dus iedereen hangt dan zijn peddeltjes op. En vorig jaar hebben Rebecca en ik de route gedaan en heeft ze dit gedichtje geschreven. En wij gaan dit jaar onze peddeltjes erbij hangen. Laatste pedal van Chuchi terug naar de lodge. Het waait, maar we hebben vandaag gelukkig mee. Net als op de eerste dag. Hartstikke leuk dat je gekeken hebt. Ik kan het enorm waarderen als je een video een like geeft. Als je mijn dag echt wil maken, dan is het helemaal geweldig als je ook nog een subscription aanklikt. Hartstikke bedankt voor het kijken. En geniet nog even van de laatste shots van onze trip. Het was geweldig. En tot de volgende. Bedankt. Naar Canada emigreren is een van de beste beslissingen van mijn leven geweest. Maar wanneer mensen mij vragen wat ik mis uit Nederland, dan is mijn antwoord altijd en stellig: de mensen. Ik mis mijn familie en mijn vrienden. En zo'n oceaan tussen ons in blijkt toch een enorm obstakel om die banden in stand te houden. Het is moeilijk in woorden uit te drukken hoe speciaal het voelde om samen met Rick en Erik tijd door te brengen in dit prachtige deel van de wereld. Hier zit ook nog wat in doen. Ja, precies.
Mary Smith had gelijk toen ze schreef: "Understand that friends come and go, but with a precious few you should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle, because the older you get, the more you need the people you knew when you were young." Vaak hoor ik over ons avontuur: "Wauw, dit is the trip of a lifetime." Maar ik hoop van niet. Tijd doorbrengen met de mensen waar ik van hou is juist wat ik zoveel mogelijk wil doen. Dus in plaats van the trip of a lifetime, hoop ik dat het one of the trips of our lifetime zal zijn. Ik heb er enorm van genoten. Bedankt voor het kijken. Op naar de volgende.